In deze video wil ik laten zien hoe je kunst maakt in Photoshop. En ik wil ook laten zien dat het geen kunst is om het te maken, want we doen het met AI, met generatief vullen. Je ziet hier een foto van een kat, oog, close-up. En ik wil hier een olieverf variant van hebben of een aquarel variant. Nou is het zo, nou zijn er allerlei technieken in Photoshop waarbij je dat handmatig kunt doen. Maar het kan ook met generatief vullen. Maar daar moeten we wel iets slims voor doen. En dat gaan we doen via het snelmaskermodus. Nou, je zult er waarschijnlijk nooit mee gewerkt hebben. Maar wanneer je in de gereedschappenbalk helemaal onderaan kijkt, zie je daar een grijs rechthoekje met een cirkeltje erin. En wanneer we op de letter Q drukken, wordt die actief. Dat wil zeggen, nu zitten we in het snelmasker. Het feit dat je in de snelmaskermodus zit, zie je hier. Want de achtergrond, die laag, die heeft die rood gemaakt. Wat nu de bedoeling is, we gaan een selectie maken van of een vlak vullen met 50% grijs. Dat betekent, het is voor de helft eigenlijk maar geselecteerd. En dat wordt de basis voor generatief vullen om dat olieverf of dat waterverfschilderij te maken. Hoe maken we nou hier een 50% vulling in? Nou, we zorgen in ieder geval dat de voorgrondkleur dat die op 50% grijs staat. Hè. Dat doe je hier met B50 en dan staan die allemaal op 128. Zeg je oké. Nu druk je de Alt-toets in en drukt op Delete. Op een Mac is dat Option en Backspace. En dan verschijnt er een rode waas over die foto heen. Nou, dat is prima, want dat is wat we wilden. Er is dus nu een soort van selectie gemaakt, maar van 50%. Niet van 100%, wat we normaal doen, maar van 50%. Om nou terug te komen in de normale modus, moeten we weer op de letter Q drukken. Dan zie je dat icoontje hier weer wordt zoals het was. Hè? Een beetje lichtgrijs met dat rechthoekje erin. En nou, dan zijn we al heel eind. We zien de wandelende miertjes rond de foto, dat alles geselecteerd is. En we tikken nu in, kattenoog, waterverf, schilderij. Of dit de juiste aanduiding is voor het effect, je kunt ermee gaan spelen. Maar in ieder geval, we gaan maar eens op genereren. En ja, dan zie je de balk weer verschijnen. We wachten even af. En dan zullen we direct toch... waarschijnlijk, ik heb het al een paar keer geoefend, een aquarel zien van een kattenoog met een neus. Ja, en eerlijk gezegd, ik vind dit prachtig. Ik ben niet kunstzinnig, ik kan niet schilderen. Maar wanneer ik dit heb, dan denk ik van wow, dat ziet er grappig uit, want dit is een aquarel. Of deze, dat is de tweede functie optie. Nou, die is eigenlijk ook heel mooi. Hè? Het is allemaal wat abstract, het is allemaal niet, deze is dan wat minder. Maar als ik zou mogen kiezen, zou ik zeggen, nou dan nemen we deze. Dus wanneer je dat eenmaal hebt, dan kun je die lagen samenvoegen. Dat doe ik meestal. Hè? Dus laag, één laag maken, dan heb je één laag. Hier kun je dan mee gaan spelen, bijvoorbeeld met een beetje verzadiging. De verzadiging, waardoor wordt het allemaal nog even wat feller. Je kunt zelfs, wat ik vaak doe, is filter verscherpen. Is een onscherp masker toepassen, maar dan omgekeerd. Dus normaal gesproken staat je straal altijd heel laag. Hè? Dus dat is echt om te verscherpen. Dat zou je kunnen doen. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik zet de straal heel hoog. Ja, en ik zet de hoeveelheid wat terug. Kijken wat je ziet wat daar gebeurt. Hè? Dan wordt het allemaal nog... Nou, wanneer je dit op plexiglas afdrukt, ja, dan heb je dus, vind ik, iets praktisch aan de muur hangen. Hè? Dat heb je zelf gemaakt, de foto tenminste. AI heeft de rest gedaan. Maar dan heb je wel iets hartstikke moois hangen. En je ziet, ja, zo snel ik het nu uitleg, zo snel heb je het gemaakt. Nou, ik heb dus dit ook gedaan voor een olieverf versie. Ja, en dit is dan de olieverf variant. Dus ja, het is echt fantastisch hoe je dat kunt doen in Photoshop. Dat doe je dus, neem een foto die karakteristieken heeft om een schilderij van te maken. Een beetje speels schilderij. Ga naar de snelmaskermodus door de letter Q in te drukken. Maak er een vlakvulling van 50%. Druk er op de letter Q. En laat generatief vullen zijn werk doen wanneer je ingetikt hebt wat je ongeveer ziet op de foto. Nou, tot zover deze wat kunstzinnige video over het maken van kunst of geen kunst in Photoshop met generatief vullen. Tot zover!